een heel goed bekeken video was mijn H&M shoplog. En ik dacht, misschien vinden jullie het wel leuk om meer dingen te zien die ik tijdens quarantaine gekocht heb. Laten we een kleine quarantainehaul gaan houden. Het eerste heb ik een paar weken geleden gekocht met het idee, ik ga bijna weer uit huis. Nou ja, er zijn wat moeilijkheden met uit huis gaan nu voor mij. Ik ben ZZP'er en wil ik een huis waarin ik interesse in heb, dat is vanaf een bepaald bedrag, dan moet je of 2 jaar je inkomen laten zien. Nou ja, ik ben pas 1 jaar ZZP'er. Of je moet een vast contract hebben, maar dat heb ik niet, want ik ben dus ZZP'er. Of ik heb wel nog bijbaantjes natuurlijk, maar dat is geen vast contract. Dus ja, dat was best wel teleurstellend, want er zijn al 3 huizen die ik echt super leuk vond. Daar kan ik nu niet in, ondanks dat mijn ouders garant willen staan. Dus dat gooit wat roet in het eten, dus het duurt allemaal wat langer dan ik had gehoopt. Maar goed, niet getreurd. Ik weet zeker op het juiste moment komt er een huis waar ik gewoon in moet. En ik geloof dat dat wel zo werkt en daar heb ik alle vertrouwen in. Ik wilde een keer iets van kunst kopen en niet gelijk een schilderij van 3000 euro. Maar dit is een meisje en ik volg haar al heel lang op, nou ja, meisje, vrouw. Ik volg haar heel lang op Instagram en zij maakt hele mooie artwork. En ik vond dit zo gaaf dat ik dacht, ik vind deze stijl gaaf, ik ga dit sowieso in mijn nieuwe huis hangen. Het werd opgestuurd in deze doos. En vervolgens zat er een papiertje in met bij Maxime Rokes. Dat is dus die chick die dit heeft ontworpen. En dit is eigenlijk een soort poster. Ik vond hem zelf zo fucking gaaf. Ik wil hier dus een hele mooie lijst omheen. En dan nog zo'n stuk wit, denk ik. En dan echt een grote lijst. En dan ergens ophangen. Die heb ik gekocht en daar ben ik echt super blij mee. En ik vond het ook wel dat ik dacht, oké, ik wil haar ook echt supporten in wat ze doet. En dus dat doet ze heel goed. Ze heeft nog meer, veel meer mooie dingen. Dus ik zal een linkje in de beschrijving zetten naar haar verkooppunt. Want dat doet ze via een site volgens mij. Ik denk Etsy, maar dat weet ik niet zeker. Dus super blij mee. Als je interesse hebt, ga even kijken, want zij doet dit echt super goed. Ik ken haar verder niet, maar ik volg haar echt al best wel lang. En ja, ik vind haar gewoon heel tof. Dan gisteren gingen we voor Luxe shoppen. Nou, echt niet normaal goed geslaagd. Er zijn 2 winkels in geweest. Helemaal geslaagd gewoon. Ik heb ook een shirt gekocht. Dat is dit Vans shirt. Ik ga hem even aandoen. Dit is hem. Hij komt nu misschien niet zo goed tot z'n recht, maar ik vond hem zo gaaf. Als je in mijn kast kijkt, dan heb ik gewoon alleen maar donker en een paar witte stukken, maar niet heel veel kleur. En ik begin dat nu zo leuk te vinden. Ik heb dit peach jasje gekocht. Ik heb blauwe schoenen besteld. Ik hoop echt dat die snel binnenkomen, zodat ze nog in deze video kunnen. Maar ik wil dus meer kleur in mijn kast. En ik vind deze kleur zo gaaf. Het is een beetje van dat... Het is niet echt pastel. Het gaat denk ik meer richting fluor. Hij is van Vans. En hij is best wel oversized. Ik heb hem nu helemaal niet goed gesteld. Ik ga binnenkort een foto maken. En dan komt hij sowieso op mijn Insta. Dus volg me op Instagram. Hij is echt heel leuk. En vooral als je lekker bruin bent. Het maakt echt een stoere look. Dus daar ben ik heel blij mee. Toen heb ik gisteren ook nog Nike sokken gekocht. Want Luc en ik willen binnenkort gaan tie-dyen. Ja, ook wij gaan ons eraan toegeven. Heel veel mensen doen het al. En wij dachten, ja, het is gewoon best wel vet. We willen dat ook proberen. Dus heb ik... We hebben gekozen voor olijfgroen. Ja, wij denken dat dat een hele vette kleur is. We willen eigenlijk ook nog een licht kleurtje, maar die konden we niet vinden. Ik denk het liefst oranje, dat vind ik wel tof. En we hebben gekozen voor korte Nike sokken. Deze komen echt zo net boven je sneaker uit. Dus dan zie je zeg maar alleen dit. Want die hele hoge vind ik eigenlijk niet leuk staan. En bij deze, ja, heb je gewoon zo'n leuk randje boven je sneaker. Maar het is niet too much. Maar je ziet het dus nog wel. Willen jullie nou daar een video over zien? Dan moet je me even laten weten. Want ik denk dat wij volgende week of zo dit gaan doen. Deze is ook wel heel grappig. Ja,
Misschien denk je echt wat te fout. Maar je hebt hier in de buurt een heel leuk winkeltje waarbij ze hele leuke plantjes verkopen. Dingen voor interieur en gewoon gekke dingen. En dit is een merkje dat heet Arc Color Design. En dit is een sleutelhanger. Nou ja, je zou mij nooit een sleutelhanger zien kopen. Maar ik zag deze en die vond ik zo grappig. Hij is dus lila en dan zit er zo'n groot piemeltje op. Nou ja, ik vond die helemaal grappig. Met zo'n gouden ring. En ik dacht, die vind je gewoon, die kan je chill vasthouden. Die vind je gewoon snel in je tas. Die heb ik gekocht. Ze hebben ook heel leuk met twee van die borstjes erop. En nog allemaal andere. Dus ook deze zal ik wel eventjes linken. Als ik een goede link kan vinden. In de trant van een nieuw huis. En een beetje opruimen. Bij de HEMA. Ja, je zou echt niet denken dat dit van de HEMA is, vind ik. Maar twee van deze mandjes gekocht. Was maar 7,50 volgens mij. Daar kan je dus gewoon boeken in doen. In de ene heb ik echt al mijn elektronica. Dus alle bedrading. Daar pleur ik alles in. Ligt naast mijn bed. In die ander heb ik boeken en zo. Als je me een beetje in de gaten houdt, heb ik opeens af en toe krullen. Ik ben er zelf helemaal fan van. Ik probeer het alleen een beetje met speciale gelegenheden te doen. Hij is van Remington. En er zit een heaten handschoen bij. Die doe ik altijd aan, zodat als ik mijn haar eromheen krul, dat ik mijn hand niet verbrand eigenlijk. Ik zal hem eventjes laten zien. Hij komt dus met zo'n hoes. En dit is hem. Hij kan voor hier, ja, je moet hem gewoon aandoen, warmer en kouder. En je moet je haar er gewoon omheen draaien. Ik vind hem echt super chill. Ben er heel blij mee. Ook deze ook even online opzoeken en linken. En ik heb expres gezocht naar een wat dikkere buis. Zodat de krullen wat grover zijn. Dat je niet van die hele kleine krulletjes krijgt. Ik vind de krullen van Negan Mirshahelli zo mooi. Haar haar is sowieso echt fucking mooi. En ja, ik was nooit echt een krullenmens. En toen was er quarantaine. En toen dacht ik, ik ga dit gewoon proberen. En dat heb ik gedaan. En daar ben ik heel blij mee. Want ik vond het dus heel leuk staan. Oké, ik heb dus echt de allerbeste tip ooit voor jullie. Waardoor je bijna altijd met korting online kan shoppen. Ik heb dit bij een influencer gezien. Ik denk dat zij hier vet voor betaald krijgt. Maar ik zag dat en ik dacht, oké, dit moet ik delen. Ik heb een soort app gedownload dat heet Honey. En op het moment dat jij op een website zit, dan kan je daarop klikken. En dan gaat die heel internet af. En dan kijkt hij dus naar alle kortingscodes van die website. En dan kiest hij automatisch de allerbeste kortingscode van die site. En die pakt hij dan en die voegt hij dan toe op jouw spullen. Waardoor jij niet op zoek hoeft naar een kortingscode. Maar als je dat sowieso al nooit deed, dan heb je dus nu of gratis verzenden of whatever. Maar de beste code die online bekend is daarvan, die pakt hij. En dat zit dus op jouw spullen die je koopt. Ik ga het even laten zien. Ik zit nu even op de Princess Polly site. En volgens mij werkt het voor bijna elke site. Dus bijvoorbeeld ook voor H&M en Zara. En de meeste sites, daar werkt het volgens mij voor. Nou, ik ga nu even random iets kiezen. Een hoed. Add to bag. Dan ga ik naar checkout. En dan zie je zeg maar je mandje en dan staat eronder dat je eventueel een discountcode kan toevoegen. Ja, dan klik ik dus rechts op dat Honey, rechtsboven. Dat is die app die ik heb gedownload. En dan staat er apply 6 coupons. En dan gaat hij dus kijken of die couponcodes kan vinden en welke dan het goedkoopste is voor jouw product. Hij heeft nu dus een couponcode gevonden waarbij ik 10% korting krijg. Wat inhoudt dat ik $5,80 heb bespaard. Nou ja, en zo heb je dus producten die je normaal gewoon zou kopen. En waar je dus nu altijd korting hebt. En als je dus dit met alles doet, dan bespaar je zoveel geld. Nou ja, en de ene keer is dat gratis verzenden. De ene keer is dat op één product. De andere keer is dat op bijna al je producten.
Maar het is echt fantastisch. Dus ook hierbij zal ik een link in de beschrijving doen. Als ik die kan vinden. En anders moet je gewoon googlen op dat honey. En dan vind je het vanzelf. Dat weet ik zeker. Maar goed, dus dat is de tip. Die je heel veel geld gaat besparen. She's a Mona Lisa. Everyone's not enough to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's